Hartelijk welkom allemaal bij deze masterclass online over Design Sprint. Hartelijk welkom aan onze gasten hier in de zaal en natuurlijk ook heel hartelijk welkom aan jullie online. Hier aan tafel mijn co-host, student Mees, student software developer. Hi. Hi Mees, fijn dat je er bent. Zeker. Aan de andere kant zit docent Milena. Daarachter hebben we Jenneke en Ed van het team Mediameesters. En aan die kant hebben wij Floris van Unkink en Bram van IJsfontein. Welkom allemaal. Mijn naam is Judith Hoekstra en samen met het projectteam Software Developer werken wij aan het project Mediameesters. En ons doel is een community te bouwen voor verdergaande samenwerking met het bedrijfsleven en met alumni. Om hen nog nauwer te betrekken bij toekomstbestendig onderwijs. En hiervoor gaan wij samen met Unkink een prototype bouwen voor een netwerkplatform. En daarvoor gaan we de ontwerpcyclus van Design Sprint gebruiken. Kennis- en skillsdeling vinden wij heel erg belangrijk bij Mediameesters. En vandaar dat wij meerdere keren per jaar dit soort sessies houden. Zometeen, als iedereen zich heeft voorgesteld, gaat Floris een mini masterclass geven over het proces van een Design Sprint. Daar ging mijn klokje. En daarna zoomt Bram van IJsfontein verder in op het proces van prototyping. Maar eerst willen we eigenlijk weten, wie zijn jullie en wat doen jullie? Mag ik bij jou beginnen, Floris? Ja, hallo. Ik ben Floris de Lange. Ik ben creatief directeur van Unkink. Unkink is een digitaal creatief bureau en wij maken producten, digitale producten, websites, apps, platformen voor missiegedreven organisaties. Dankjewel, dat was Unkink. Dan gaan we naar IJsfontein. Yes, nou, goeiedag. Hi. Ik ben Bram Nijland, visual designer bij IJsfontein en oude media college student. Bij IJsfontein focussen we ons op serious games en gamification. Dankjewel. Thank you.
Dankjewel, Bram. En dan gaan we naar de opleiding software developer Milena. Goeiedag, ik ben Milena Spaan. Ik ben docent software developer. Ik geef programmeren. En ik wil jullie ook meenemen in PowerPoint over onze opleiding. Software development is een vierjarige opleiding. Je begint in het eerste jaar en op dit moment heb je veel verschillende modules waar je uit kan kiezen, waardoor je echt op de toekomst gericht een opleiding kan samenstellen. En je kan bijvoorbeeld denken aan web, app, security, maar ook Internet of Things en game. En bij Internet of Things kan je denken aan microcontrollers en daarmee met sensoren dingen aansturen. Zo kan je natuurlijk terugzien dat eigenlijk programmeren tegenwoordig overal een rol speelt. Wij gaan heel veel met het bedrijfsleven om. Dat hebben we in de studie ingebouwd. Er zijn opdrachten met echte opdrachtgevers. We hebben iets gedaan met een museum, het LAM Museum, dat Lisse Art Museum. En ook in het eindexamen worden dan weer echte opdrachten uit de praktijk gebruikt. En dan gaan de mensen dus samenwerken met het bedrijfsleven. Wat ook heel belangrijk is, dat we ons bijvoorbeeld met lezingen het bedrijfsleven naar binnen halen. En daarmee de studenten ook een bredere blik geven op de toekomst. En op dit moment hebben we bijvoorbeeld weer Python geïntroduceerd in ons programma. Zo proberen we af en toe ook weer daar een afwisseling in te maken. We hebben natuurlijk meerdere talen die we de studenten leren. PHP, JavaScript, C#, afhankelijk van natuurlijk het eindproduct. Dit is een game. Dus een eindexamenproject kan natuurlijk een game zijn, een website, eigenlijk van alles en nog wat. En dat is dus weer in een multidisciplinair team samen met andere opleidingen. En wat ik heel belangrijk vind is groot Amsterdam, maar eigenlijk heel Nederland. Er is enorm veel vraag naar developers. En we zouden het ook heel erg belangrijk vinden dat er meer mensen dit gaan doen. En dat je ook een bredere groep mensen aanspreekt. Dus bijvoorbeeld als je twijfelt, kom eens kijken. Oké. En je zegt een bredere groep aanspreken. Welke bredere groep zou je nog meer aan willen spreken die nu niet aangesproken wordt? We hebben natuurlijk sowieso wel meisjes op de opleiding, maar dat zou bijvoorbeeld wel meer mogen zijn. En ik denk ook dat er veel jongens en meisjes uit Amsterdam, vanuit heel Amsterdam, ook bij ons terecht kunnen. We hebben heel veel, we hebben een regiofunctie, mm-hmm. Maar de echte Amsterdammers vergeten ons nog wel eens. Oké. Nou, we gaan voor meer Amsterdammers en meer meiden. Yes. Helemaal goed. Top. Oké, Floris. De vloer is aan jou. Vertel ons, wat is het, een design sprint, en hoe werkt die ontwerpcyclus? Yes, dankjewel. In de komende korte 10 minuten probeer ik jullie... Hij doet het niet. Ja. Top. Sorry daarvoor. In de komende 10 minuten probeer ik jullie mee te nemen in het proces van design sprint. Een design sprint is een methode die gebaseerd is op design thinking en agile methodiek. Het heeft ook een component van lean startup in zich. En hoe het proces feitelijk gaat, is dat je eigenlijk begint met eerst een vraagstuk te begrijpen, samen met een groep mensen. Vervolgens vanuit dat begrijpen van dat vraagstuk ga je definiëren wat het op te lossen probleem is. En daar ga je oplossingen op ontwerpen. En met die ontworpen oplossingen ga je vervolgens een keuze maken. En vanuit dat keuze maak je een prototype. En dat prototype leg je dan weer voor bij daadwerkelijk echte eindgebruikers om te valideren eigenlijk. De methodiek is bedacht door Jake Knapp van Google Ventures. En Google Ventures is een investeringsmaatschappij voor startups in Silicon Valley. En die plek bood Jake Knapp natuurlijk de ideale mogelijkheid om zo'n methodiek goed te ontwikkelen. En volgens mij iets van
paar honderd design sprints te hebben gedaan, had hij de methodiek zo ver dat hij dat eigenlijk allemaal heeft samengebundeld in een boek. Boek dat je hier ziet, Sprint. Mocht je het interessant vinden, zou ik absoluut adviseren dat boek aan te schaffen. Sinds dat boek uit is, loopt het eigenlijk storm. Over de hele wereld gebruiken mensen nu design sprints. Hier een aantal grote bedrijven, maar ook in Nederland werken veel bedrijven en bureaus met deze methodiek. Design sprint die kan je toepassen eigenlijk in grote lijnen voor een nieuw te maken product of dienst. Of om een bestaande dienst of product te verbeteren. Je moet denken aan websites, apps, merknamen, platformen. Zelfs merkstrategieën zou je toe kunnen passen op een design sprint. Het hele principe van een design sprint eigenlijk is dat je een blik in de toekomst krijgt. Dus om eigenlijk heel snel te checken met je beoogde doelgroep of wat je voor ogen hebt daadwerkelijk bij hun aanslaat. Voordat je alle kosten en alle tijd investeert om het daadwerkelijke product te bouwen. Een design sprint doe je in de regel met een groep mensen met verschillende competenties. Als eerste heb je de facilitator, iemand die de methodiek heel goed begrijpt en als rol heeft om iedereen mee te nemen in het hele proces. Want het is heel erg time-based, het zijn allemaal kleine korte oefeningen. Het is erg belangrijk dat dat proces nauw gevolgd wordt. Verder een belangrijke rol is de rol van de decider, dat is de beslisser. Idealiter iemand hoog in de boom. Iemand die daadwerkelijk beslissingen kan maken. Want alhoewel design sprint een vrij democratisch proces is, vanwege de snelheid is het af en toe nodig om snel beslissingen te kunnen maken. Dus de decider heeft soms die rol om te zeggen, we gaan nu gewoon deze kant op. Maar ook is die decider relevant om te zorgen dat nadat de design sprint is afgerond, dat project daadwerkelijk het levenslicht gaat zien. Nou, verder heb je in het team binnen een design sprint iemand die veel kennis heeft van het domein binnen het vraagstuk wat je probeert te beantwoorden. Iemand met expertise over de klant. Vanuit human-centered design wil je natuurlijk iemand die de klant vertegenwoordigt om daadwerkelijk iets te verzinnen wat aansluit bij die eindgebruikers. Een marketing-expert, want eigenlijk dat wat je in een design sprint maakt moet ook communicatief vertaald worden. Een tech-expert, want ja, je kan van alles verzinnen, maar als het niet uit te voeren is, heb je daar ook vrij weinig aan. En een design-expert. Die design-expert die heeft vooral in de latere fase van de design sprint een hele grote rol met het maken van de prototypes. Dus dat is eigenlijk een beetje een notendop het team, maar dat kan wisselende samenstellingen hebben. Een design sprint is in de regel 4 of 5 dagen, waarbinnen je eigenlijk van een vraagstuk naar een gevalideerde oplossing toe werkt. Dus een heel kort en intensief proces. In het boek beschrijft de methodiek eigenlijk een 5-daagse proces. Maar inmiddels zijn er al zoveel iteraties op die design sprint gekomen dat er dat veel bedrijven inmiddels al werken met wat heet Design Sprint 2.0. Wat eigenlijk een nog efficiëntere slag is op dat hele proces. En die wordt in 4 dagen gedaan. Dat zien jullie hier. De eerste dag staat in het teken van het mappen, het uitdenken van het veld van het vraagstuk. En vervolgens, het tweede deel van die dag, worden er verschillende oplossingen bedacht en geschetst. Dag 2 gaat over beslissingen maken over die conceptrichtingen. En het maken van een storyboard, wat eigenlijk de basis vormt voor het later te maken prototype. Dag 3 is het prototype maken en dag 4 is het valideren met de eindgebruiker. Om eventjes daar een klein beetje op in te zoomen. Op dag 1 zit je eigenlijk met een pool van experts al binnen dat team. Maar mochten er expertise zijn die nog niet in dat team zitten, dan kan je ze als expert binnenhalen om ze te bevragen. Zo ontstaat er eigenlijk een gezamenlijk beeld, een gezamenlijk inzicht van het vraagstuk dat beantwoord moet worden. En vervolgens ga je stapsgewijs verschillende oplossingen verzinnen en verder uitschetsen. Dag 2 die staat in het teken van, in het begin ga je dus de beslissing maken over wat het onderwerp is wat je eigenlijk wilt tackelen in de design sprint.
En vervolgens maak je een storyboard, wat een beetje dient als een blauwdruk voor het te maken prototype. Die eerste twee dagen zijn in die Design Sprint 2.0 zijn cruciaal voor eigenlijk alle stakeholders binnen het sprintteam. In Design Sprint 2.0 wordt er wel vaak gezegd dat dag 3 en 4... eigenlijk daar kan zo'n CEO die als designer aanhakt, zou eruit kunnen stappen. Maar onze ervaring leert dat het heel goed is om dat hele team bij elkaar te houden, zodat iedereen dat hele proces eigenlijk meemaakt. Dag 3 staat dus in het teken van het maken van het prototype. Die design-expert heeft daar een grote rol, maar eigenlijk alle stakeholders binnen dat team die kunnen daar een rol hebben. Dus de ene pakt de plaatjes en de ander schrijft de teksten en de ander bereidt eigenlijk de interviewvragen voor de dag daarna voor. Zo heeft iedereen eigenlijk zijn rol binnen zo'n proces. En dag 4 is eigenlijk het moment van de waarheid. Dan ga je het prototype toetsen bij daadwerkelijke eindgebruikers of mogelijke klanten of iets dergelijks. En je interviewt er eigenlijk een aantal om vervolgens daar conclusies uit te trekken voor de vervolgfase. Dat is eigenlijk in een notendop hoe een design sprint verloopt. Nou, een paar belangrijke dingen om te realiseren bij een design sprint is commitment van het hele team is heel belangrijk. Blokkeer ver van tevoren 4 dagen voor dat hele team. En zorg ervoor dat niemand een second agenda heeft. Dus geen avondwerk nog aan andere projecten en dergelijke. Want eigenlijk is het heel belangrijk dat iedereen gefocust op die design sprint is. Verder, eigenlijk tijdens een design sprint zijn telefoons en laptops niet toegestaan. Omdat je ook daar... Nou, daar is het heel belangrijk dat mensen niet opeens hun mail gaan checken en dergelijke. Want het is een heel intensief proces en het is belangrijk dat iedereen bij de les blijft. Heb je altijd een succesvol eindresultaat bij een design sprint? Nee. Maar mocht dus uit zo'n test blijken dat de doelgroep niet zit te wachten op de dienst die je hebt bedacht, of er niet goed doorheen komt door het prototype, dan is dat eigenlijk... In hele korte tijd en met weinig budget heb je dan heel wat werk bespaard. Want normaliter zou je natuurlijk dat idee hebben bedacht, het helemaal hebben ontwikkeld, live hebben gezet, om vervolgens te leren dat de eindgebruiker daar niet op zit te wachten. En dit is dan een hele mooie, effectieve manier om te realiseren dat dit niet aanslaat. En iets wat je dan kan doen, is een zogeheten iteratiesprint, is om door te werken op het initiële idee of om nieuwe ideeën te toetsen. Nou, de naam zegt design sprint, maar eigenlijk heeft het niet zoveel met design te maken. Dus het gaat uiteindelijk over het valideren van het concept. En het is dus ook niet zo dat in een design sprint dat je goed moet kunnen tekenen of goed moet kunnen ontwerpen. Het gaat eigenlijk om het ophalen van die ideeën en die ideeën goed te toetsen met eindgebruikers. Ja, en dan nog een laatste waarschuwing. De dagen eigenlijk tijdens zo'n design sprint die vliegen echt voorbij. Het is een enorm inspirerend proces, maar ook enorm intensief. Ervaring die wij hebben is dat je 's avonds in ieder geval heel vroeg in bed ligt. En na die week sta je echt te popelen om door te gaan op dat prototype. Dat is eigenlijk een beetje in korte tijd wat ik kan vertellen over design sprint. Mooi, helder verhaal. Dankjewel, Floris. Ja. Mees. Ja. Wat vind je daarvan als je dat zo hoort? Spreek je dit aan? Ja, het klinkt wel heel handig. Dat je niet bijvoorbeeld 3 maanden bezig bent met een prototype en dat iemand dan zegt van ja, eigenlijk is niks wat ik zocht of het is niet wat ik eigenlijk gevraagd had. Ja. Het is ook veel, je merkt ook dat je eigenlijk veel langer bezig bent met voorbereiden en met testen dan dat je eigenlijk bezig bent met het prototype zelf en het coderen daarvan. Ja. Maar ik denk dat als ik een groot project heb, dat ik er wel naar zal kijken om te gebruiken natuurlijk. Oh ja, ja. En moeten het altijd hele grote projecten zijn waarvoor je dit gebruikt? Of zouden het ook kleinere projecten in het onderwijs kunnen zijn bijvoorbeeld? Nou ja, op zich een goede vraag. Je moet niet een te klein onderwerp hebben. Dus moet een button blauw zijn op een website? Dat is een te klein onderwerp om een design sprint op te doen. Want je neemt wel natuurlijk 4 dagen van meerdere mensen de tijd. Ja. Maar je kan daar eigenlijk alles op toepassen. Dus je kan ook een stukje, een feature in een website kan je behandelen. Maar ook een hele website, iets dergelijks. Ja. Dus voor van alles is het van toepassing. Oké, nou mooi. Ja. Nou, we hebben hopelijk ook al wat vragen online.
En ik ga even kijken naar het online team. Mochten mensen online vragen hebben, stel ze gerust via de chat en de link staat in beeld. Ik heb goed en slecht nieuws. Oh. Mag jij zeggen wat je het eerste wil horen? Het slechte. Het slechte nieuws is, we hebben één reactie in de chat en dat is test. En dat heeft Jenneke net gedaan. Het goede nieuws is, we hebben wel in de tussentijd 12 of 15 appjes in onze eigen collega-appgroep. Okay. Dat iedereen hem op moet zetten en dat iedereen zijn best moet doen. Nou, dat doen jullie geloof ik wel. Maar ik denk dat het goed is als we nog even misschien in beeld brengen of noemen hoe mensen de chat kunnen bereiken. Want dat kan ook een probleem zijn. Okay. Zou jij dat eventjes op kunnen noemen? Want ik zie dat Jenneke bezig is om de informatie op te zoeken. En dan laten we nog even de mensen thuis weten hoe zij het beste via de chat hun vragen kunnen stellen. Ja, precies. En ik denk ook dat het goed is om te zeggen dat je kunt aan iedereen hier vragen stellen. De twee experts op het podium lijkt me. Ja. Maar misschien ook wat jij al aan meesteed of aan Milena. Dus het mag allemaal. Heb jij in de tussentijd de link? Het is via de site sli.do, Slido, sli.do. Ik neem aan, kom. Ja, die punt die mag weg. Oh, die punt mag weg. Slido. Wacht, jij weet het beter. Ja, volgens mij staat het ook al in beeld. www.slido.com. En dan is de code 39836. Helemaal goed. En dan, ja, ik zie al een berichtje, het werkt. Dus kijk, als er vragen zijn, stel ze gerust. Fantastisch, helemaal goed. Hartelijk dank. Milena, vraag aan jou als docent. Zou je nou zo'n design sprint ook in het onderwijs kunnen gebruiken? Die methode, die cyclus, die ontwerpcyclus, want dat is het eigenlijk. Ja, het lijkt me heel erg interessant. Je zou het misschien een beetje in de vorm van een hackathon kunnen doen, waarbij je studenten een paar dagen vrij blokt. En dat je dan echt ook die intensiviteit die jij beschrijft ook kan toepassen. En vooral die zonder laptops en mobiele telefoons lijkt me ook interessant. Ja, hoe zie jij dat mee? Zie je dat zitten zonder mobiele telefoon? Ja, red ik wel hoor. Ja, Ik ben wel niet zo gehecht op mijn telefoon. Oké. En zonder laptop? Ook nog wel? Ik weet niet hoe ik zou programmeren zonder, maar... Goed, als zolang het echt moet, dan kan het wel, denk ik. Oké. Want dat is misschien wel een goede vraag. Laten jullie het programmeren er bewust uit? Gaat het echt over het concept ontwikkelen? Ja, het gaat over het valideren van het idee. Programmeren heeft over het algemeen veel meer tijd nodig dan wat je kan doen in zo'n 3-4 dagen. Overigens is die laptops zijn wel toegestaan bij het maken van het prototype. Anders wordt het vrij lastig. Maar het heeft niet zoveel zin om te gaan programmeren eigenlijk in zo'n kort tijdsbestek. Dus je kan beter eigenlijk het concept goed uitwerken en dat programmeren eigenlijk na die validatie gaan doen. Want dat is eigenlijk over het algemeen waar de echte kosten en de echte tijdsinvestering in gaat zitten. Dus het is goed om denk ik eerst die validatie te doen voordat je daadwerkelijk gaat programmeren. Je moet van hele goede huizen komen, wil je in één dag een ontwikkeld prototype hebben. In ieder geval. Ja. En degene die zeg maar beslist, dat is vaak ook de opdrachtgever, denk ik? Sorry, over het algemeen het liefst eigenlijk CEO van een bedrijf, een directeur van een bedrijf. Dus iemand die beslissingsbevoegd genoeg is om de intensieve stappen die je eigenlijk maakt goed te maken en goede keuzes te maken. En zoals ik al zei, om ook het proces daarna te borgen. Hè? Want het gebeurt vaak genoeg dat er leuke ideeën verzonnen worden, maar dat toch door directie even teruggefloten wordt. En eigenlijk wil je dat voorkomen en dat doe je daarmee. Ja. Helder. En die tijdsinvestering, dat is natuurlijk ook wel vanuit een opdrachtgever een behoorlijke commitment. Ja, en dat is ook eigenlijk wel goed, hè? Want daarmee zorg je ervoor dat de buy-in er eigenlijk aan beide kanten er is. Dus iedereen zit er even intensief in. Wat ook helpt met die dynamiek. Dus iedereen heeft eigenlijk de energie in die design sprint om het ook tot het einde uit te zitten en vervolgens daarna door te pakken. Dus heel, heel positief is dat. Dat werkt heel goed. Ja, mooi. We hebben een vraag online. Veel vragen online, moet ik eerlijk zeggen. Het barst nu los. Ja, het barst los. ik begin met een vraag van een anoniem persoon. Hoe werkt dit precies met een dienst? Zoals ondersteuning geven aan docententeam bij het ontwikkelen van onderwijs.
En zo is er ook een vraag binnengekomen. Die heeft daar een beetje mee te maken. Dus misschien dat we die samen kunnen pakken. Zou je dit systeem ook kunnen gebruiken voor dingen zoals bijvoorbeeld evenementen? Dus ja, eigenlijk de vraag, kun je het in het onderwijs toepassen? Ja. Of bijvoorbeeld evenementen? Ja, in de regel denk ik dat iedereen denkt gelijk aan een prototype van een product. Een app of iets dergelijks. Maar bijvoorbeeld een lesprogramma zou je prima in een design sprint kunnen toetsen. Eigenlijk wat je dan gaat doen is eigenlijk met de juiste stakeholders dan om de tafel zitten en dan vervolgens kijken van wat is het nieuwe lesprogramma wat we willen maken of een nieuwe opleiding bij een mediacollege. En vervolgens kun je dat toetsen ook natuurlijk heel goed toetsen bij de doelgroep waarvan je verwacht dat zij die opleiding interessant zouden vinden. Dus dat is zeker een goede mogelijkheid. Dat is mooi, dankjewel. Nou, eigenlijk elementen uit de design sprint passen we al toe in de co-creatie met onder andere het bedrijfsleven en met alumni. Ja. Maar het zou mooi zijn als we in de toekomst misschien daar nog iets meer mee zouden kunnen doen. Ja. Had jij nog een vraag, Ed? Ja, nou, het storm nog. Gebruik van maken. Kom maar door. Mag ik hem direct aan Floris stellen? Omdat ja, tuurlijk. Zei. Floris, er wordt ook gevraagd. Dat ging over, kun je dat ook in schoolsituaties, docententeams gebruiken? Niet scrollen als ik niet kijk, Jenneke. Hoe scroll ik op laag op jouw machine? Er was nog een vervolgvraag en die vond ik ook wel interessant. Je zei al, het is een agile methode van werken. Er wordt hier ook een vraag gesteld, in hoeverre verschilt het nou van gewoon scrum werken? Ja, het heeft absoluut elementen van hetzelfde. Dus het leren voortschrijdend inzicht, dus die korte stappen. Maar eigenlijk is dit, het is wat dat betreft ook niet een nieuwe methodiek. Het heeft allerlei elementen gepakt uit de principes van design thinking, uit agile methodologie en lean startup. Om eigenlijk vanuit die succesformules eigenlijk een heel condensed week te maken waarin je eigenlijk deze validatie doet. Scrum werkt natuurlijk eigenlijk in de regel gewoon in een tweewekelijkse cycli. Dus dat duurt al wel weer langer. En je kan eigenlijk Scrum ook niet echt één Scrum-sessie doen en dat het dan is. Dus dat is vaak een net wat langer proces. Een heel goed proces om natuurlijk te leren vanuit iedere sprint en door te gaan. Hè, zoals bij Scrum ook gebeurt. Maar in een design sprint doe je dat dus met die validatie van die eindgebruiker. En dat is denk ik wat de design sprint uniek maakt. Oké. Okay. We doen er nog eentje, Judith, als je het goed vindt, van Anne-Floor Brouwer. Zou je dit ook meerdere keren kunnen toepassen? Ik neem aan dat ze bedoelt een design sprint op hetzelfde product. Dus bijvoorbeeld bij elke volgende fase, of wordt dat afgeraden? Nee, op zich zelfs over hetzelfde concept. Dus vaak, je hebt natuurlijk maar een week met elkaar. En je pakt eigenlijk het belangrijkste punt om te tackelen binnen de bredere gedachte van bijvoorbeeld een app of een, nou ja, zoals het voorbeeld van een opleiding. Maar er zijn daar vaak heel veel andere facetten die daar ook bij komen kijken. En het is heel goed om eigenlijk na een design sprint een iteratiesprint te doen. Dus om door te gaan eigenlijk in diezelfde route. Wat wij ook wel eens toepassen is dat wij Scrum en design sprints met elkaar afwisselen. Dus je hebt ter grondslag aan development scrums heb je concepten nodig. Heb je een basis nodig dat wat je wil gaan uitvoeren eigenlijk in die development sprints. Om dat op te halen gebruiken wij vaak design sprints. Zo kan je eigenlijk een design sprint afwisselen met een paar development sprints. En dan weer een design sprint doen. En zo kan je eigenlijk die hele platform bouwen eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Mooi. Dankjewel Judith. We gaan denk ik even verder. Hè? Ja, we gaan inderdaad verder. We gaan naar Bram. Bram, Jij bent oud-student van het Mediacollege. Ja, klopt. Ja. Oké, vertel eens, welke opleiding heb je gedaan? Ik heb een opleiding Game Art afgerond bij het Mediacollege. En die heeft mij heel veel meegegeven voor het werk wat ik nu doe. Ik ben ook gelijk vanuit het Mediacollege in het industrieleven beland eigenlijk. Ja. Ja, want hoe lang werk je al bij IJsfontein? Ik werk nu 2 jaar bij IJsfontein. Ik heb toen mijn stageperiode ook gedaan, allebei de halve jaren. Dus 3 jaar in principe, maar 2 jaar professioneel. Ja. Ja, mooi. En vertel eens, wat doe jij daar? Bij IJsfontein ben ik voornamelijk bezig met 3D'en. Het bouwen van games, prototypes. En ja, het hele visuele aspect daarvan.
Nou ja, en dat gaat als volgt. Wat er in het begin gebeurt is, het legt bij een interactief vormgever of een game designer. Die maakt een concept, die bedenkt het uit. Die gaat het vervolgens ook zo uitwerken voor een paper prototype. Dat wordt dan getest bij de doelgroep. Nou ja, als dat dan daadwerkelijk werkt zoals we willen, zoals de klant het wil, dan wordt het vervolgens doorgevoerd naar ons, bij de developer en nou ja, bij een vormgever, het hele team eigenlijk. En dan gaan wij nou ja, een prototype bouwen. En dat gaat vervolgens in sprints, meestal, van 2 weken. En elke keer bouw je weer naar een doel. En een doel is meestal een demo voor de klant of een test voor de doelgroep. En langzamerhand bouw je dus naar het eindproduct. En nou ja, dat is een beetje hoe het in het werk gaat. Mooi. En hebben jullie daar wat voorbeelden van, zie ik? Ja, helemaal vergeten, stom. Nee, dit is inderdaad een voorbeeld voor het paper prototype. Dit is een project waar we nou ja, moment mee bezig zijn. Het is nu enigszins digitaal vanwege nou ja, de maatregelen en zo. Dit is door een interactief vormgever in elkaar geknutseld. En die heeft alles uitgedacht, hoe zou het ongeveer werken. En daar wordt dan bij de doelgroep, nou ja, deze 2 kinderen onder in beeld, wordt dat getest. En dan kijken we van wat komt daaruit, wat voor feedback geven ze mee. Nou, in dit geval moest je als een robotje door de stad heen rijden. En ze vonden het idee van de platte stad nogal saai. Dus toen hebben wij erop ingespeeld en hebben we er een 3D-omgeving van gemaakt. Oho. Nou ja, volgende test zijn wij eraan aan de slag mee gegaan als vormgevers, nou ja, developers, die hebben de code gedaan. Het is allemaal ontwikkeld in Unity, een leuk feitje misschien. Ja, en zoals u ziet, we hebben daar ook dus de 3D-wereld opgezet, waar de kinderen vervolgens doorheen hebben kunnen rijden. En dat hebben we allemaal getest via Teams op die manier. Nou ja, vervolgens zijn we er verdere stappen in het proces gegaan en hebben we een look and feel verder ontwikkeld. Er is UI-elementen zijn er aan toegevoegd door een grafisch vormgever erin gezet. En daar hebben we op doorontwikkeld en gekeken van wat werkt wel, wat werkt niet. Ook dit leg je weer voor aan de doelgroep om te kijken van spreekt dit hun aan. Dit is een beetje een ja, ontwerpproces van het robotje wat we in het spel hebben gebruikt. Ja, dat is in het begin, schets je het helemaal uit. Je gaat kijken van wat is tof, wat wil je dat het robotje overbrengt. In dit geval moest hij heel erg emoties overbrengen. En er zijn een paar technische puntjes die je meeneemt. Zoals ik wou hem geen beentjes geven, omdat dat dan weer veel werk is en er was niet heel veel tijd voor. Dat soort kleine dingetjes speel je, neem je dan mee. De oortjes, leuke effect geeft dat om hem emoties te geven. Naar beneden, dan is hij al heel snel heel erg verdrietig. En nou ja, het beeldschermpje in zijn gezicht kon je aanpassen. Dat soort kleine dingetjes, daar denk je dan aan in het, nou ja, het ontwikkelproces van de stijl en de ideeën die dan vloeien. Nou ja, dit is alweer verder in het proces. Dan ga je alweer kijken naar, naar je logootjes. Wat wil je meer overbrengen? Nou ja, verder in de stijl duiken. En dit is op het moment van het prototype, hoe het allemaal in de wereld zit. Je ziet de UI-elementen zijn alweer een beetje veranderd. Aangepast op nou ja, technische puntjes. Puntjes van de testen die uit de test zijn gekomen. Ja, en zo gaan we verder door het proces, totdat je uiteindelijk tot een eindproduct komt. Nou, was me nog zo'n beetje. Mooi, dankjewel. Je noemt een paar keer de term UI. Wat betekent dat voor ja, de mensen die niet in deze wereld zitten? Ja, even gewoon een... Ja, dat is een goed punt. UI is een afkorting voor User Interface. En User Interface is in dit geval was dat het 2D gedeelte van het spel. De knoppen,
de scores. En dat is in dit geval ontwikkeld door iemand anders, een collega van me. En dat is de UI, zeg maar. Oké, helder. Ja. En speelt dat nou echt tussen, want dat testen, ik hoor je eigenlijk de hele tijd dan breng het weer terug. Dus je ontwikkelt wat en je laat het eigenlijk weer gewoon testen door de mensen die ermee gaan werken. Is dat de basis van prototyping? Zo kan je het zien inderdaad. Je bouwt inderdaad snel, je probeert zo snel mogelijk te bouwen. Je hebt een sprintplanning in het begin. Dan ga je met het team afspreken van dit willen we hebben. Er zijn dan mensen die zeggen van dit willen we testen aan het einde van het proces van de 2 weken van de sprint. Dan ga je inderdaad bouwen voor het prototype. Ja. Oké, helder. Mees, ja. Heb je een vraag? Niet zo snel eigenlijk. Oké. Kunt dat duidelijk? Oké. En zo dat prototyper, hoe lijkt jou dat? In 3D, bedoel je? Ja. Nee, ik vind het niet zoveel leuk. We hebben het de eerste periode gehad van onze school. Toen was met game development gecombineerd. En toen moesten we ook 3D dingen maken. En ik heb bijvoorbeeld 5 weken aan een raket gedaan waar de hele klas een week mee bezig was. Oh, ja. Dus ik kan er ook niet zoveel van. Maar mijn interesse ligt er niet. Ik vind het natuurlijk wel cool hoe het soms eruit ziet. Sommige games die ik soms wel speel, het ziet er wel heel gaaf uit dat het gemaakt is. Ja. Maar om zelf te maken heb ik niet heel veel interesse in. Nee. Nou, het moet ook echt wel je interesse hebben, lijkt me. Ja, precies. Ja. En als je nou kijkt, je hebt de opleiding met game gedaan, maar hoe development skills, waar zitten jouw skills en hoe ontwikkelen die zich? Je skills die ontwikkel je gewoon dagelijks. Het houdt nooit op en het zal ook nooit ophouden, aangezien deze wereld zich enorm snel ontwikkelt op zichzelf. Dus daar moet je in meegaan. Wat ik van school uit mee heb gekregen is natuurlijk heel veel basis in Photoshoppen voor de 2D elementen. Het hele Adobe pakket, dat is dus een software pakket. De 3D programma's die leerden we. En vervolgens ga je dus in een game engine, wat ik noemde Unity. Daar ga je dus alles in implementeren en vervolgens werken aan een prototype. Oké. Hoe snel gaan die skills? Deels kan je het in opleiding doen, maar deels is het natuurlijk ook learning by doing. Ja. Dat houdt nooit op. Ik ben al over de 40 en nog steeds dagelijks aan het leren. Ja. Oké. En dat, als ik stop met leren, dan ben ik over 2 jaar irrelevant geworden. En ik denk dat in notendop wel uitmaakt in onze branche. Ja. Moet blijven leren. Je moet blijven leren, want de ontwikkelingen gaan hard, geef jij al aan. Ja. Oké. Nou, Mees, die kan je in je zak steken. Hoe voelt dat? Ik ben sowieso al de hele dag bezig met leren. Ik voel me eigenlijk, sinds dat ik met de opleiding bezig ben, voel ik me eigenlijk als ik niks doe, best wel nutteloos. Dus ik ben me altijd best wel hard mee bezig. Dat weten vrienden van mij ook wel, waar ik samen een bedrijf mee heb. Dat ik eigenlijk alleen maar doorwerk, ook al moet ik soms ook mijn rust pakken. Maar dat wil ik gewoon niet op een of andere manier. Maar, nee, ik ben wel elke keer bezig om skills bij te leren. Ook dingen wat we niet eens op school leren, maar zelf wel te weten. Ja. Niet per se in websites programmeren te maken heeft. Dat kan ook. Designs, logo design vind ik ook interessant en zo. Dus ik had dagelijks mee bezig. Ja. Mooi, ja. Prototyping, Milena, wat doen we daarmee? In de opleiding? Ja, wij zitten wel ook echt aan die midden scrum kant inderdaad. Dus minder design sprints. En ook het testen natuurlijk, dat geven we ook heel erg mee. Dus behalve dat de opdrachtgever tevreden moet zijn, moet je ook testen bij de doelgroep of jouw idee klopt. En over interface, of mensen wel jouw interface zo interpreteren als jij hem hebt bedoeld. Het kan best zijn dat iedereen een verkeerde plek zoekt en dan weet je wat je moet veranderen. Ja. Dus testen is heel belangrijk. Ja, ik heb natuurlijk een keer mogen fungeren als opdrachtgever bij een proeven van bekwaamheid, het eindexamen zeg maar. Daar hebben ze toen, je liet een stukje zien, een game ontwikkeld voor jongeren om ze te enthousiasmeren om te leren programmeren eigenlijk. Ja. Ook daar speelde dat testen volgens mij een hele belangrijke rol, hè? Ja. En daar had je als doelgroep ook kinderen, een beetje hetzelfde als bij IJsfontein. Ja. Dus dan moet je ook nog heel erg over nadenken, hoe stel je de vragen zo dat zij er wat mee kunnen. Ja.
Ik weet niet hoe jullie dat doen, maar dan moet je natuurlijk kijken wat eruit komt bij die kinderen en wat ze interessant vinden. Dus als je gaat vragen, vind je het leuk, krijg je waarschijnlijk antwoord, ja, leuk. Dus je moet verder vragen. Ja. Ja, je moet wel goede vragen kunnen stellen, lijkt me inderdaad. Ja, zeker. Nou ja, en vaak doe je ook monitoren achter de schermen, dat je er niet naast zit. Want dan, wat u zegt, krijg je hele andere antwoorden. En nou ja, vaak kijken we dan mee vanaf een andere kamer. Hebben we een microfoon, weten ze allemaal van. hebben we dan geplaatst en een cameraatje of zo. En dan kijken wat eruit komt. En dan achteraf je vraag stellen van, nou, wat vond je hiervan? Vond je dit leuk? Snapte je dit? Nou, we zagen dat je hier ook klem zat. Waarom is dat zo? Dus zo doe je dat een beetje. Ja, mooi. Ja. Hebben we al vragen online? Ja, vragen binnen. Kijk, fantastisch. Ja. Zoals een vraag van Cornel van Straten. Wat is iets wat er vaak fout gaat in een design sprint? En er zijn meer vragen op dat gebied binnengekomen. Geef een voorbeeld van een uitkomst dat niet gelukt is. En wat hem wel veel op heeft gebracht. Er zijn eigenlijk twee vragen, maar die gaan er allebei over dingen die fout gaan. Ja, dus laten we met de eerste vraag beginnen. Welk deel is misschien wel het lastigste in die design sprint? En misschien ook wel in het prototypingproces? Ja, ik denk dat het grootste gevaar eigenlijk bij een design sprint is te proberen te perfect iets te maken. Dus het is niet de bedoeling. Dus eigenlijk als je dat prototype aan het maken bent, dan heb je al snel de wens eigenlijk om daar een eindresultaat van te maken. En ik denk dat de grootste crux is. Probeer eigenlijk te focussen op die vraag die beantwoord moet worden vanuit de eindgebruikers. En niet zozeer op wat het esthetisch allemaal oplevert. En nou ja, als ik denk uit eigen ervaring spreek, ik ben zelf ook ontwerper, dus ik kan heel met veel moeite kan ik een prototype maken dat er niet uitziet om die vervolgens voor te leggen. Dat doet altijd pijn. Maar die pijn is misschien wel goed om gewoon te voelen. Dus ik denk dat wel een goed voorbeeld is. Ja, zeker. Dus eigenlijk gewoon moet je in het begin genoegen nemen met echt low-tech waarschijnlijk. Ja. En iets wat nog niet helemaal prachtig oogt. En of je nou een design sprint doet of niet. Eigenlijk hoe sneller je iets bij die eindgebruiker kan brengen, hoe beter. Want vaak zit je zelf in allerlei aannames die je zelf hebt. Van dit moet werken. En ik heb veel opdrachtgevers gehad die altijd zeiden van, nee, als iets live gaat, moet het perfect live. Want we krijgen maar één keer de kans. Nou, er is niks zo risicovol als dat. Ja. Want het is alleen die opdrachtgever die bepaalt of iets perfect is. Terwijl die eindgebruiker nog nooit iets heeft gezien. Dus eigenlijk, dat is denk ik de meest belangrijke daaraan. Het gaat in de basis nog niet zo om het totale eindresultaat. Probeer te toetsen wat echt getoetst moet worden. Ja, helder. En in dat prototypingproces, waar gaat het daar wel eens fout? Nou, het gebeurt wel eens dat je voor ogen hebt dat iets heel duidelijk is. En dan ga je het prototypen en dan blijkt dat dus absoluut niet zo te zijn uit de test. En dan moet je daar een andere oplossing voor gaan vinden. En nou ja, soms is dat heel erg voor de hand liggend als je dat uit de test meekrijgt. Zo van, nou, dit ging niet goed, dat lossen we heel snel op. Maar soms moet je daar wel echt flink voor graven om een goede oplossing te vinden. Ja, oké. Nou, dat zijn mooie voorbeelden. Gaat er bij jou ook wel eens iets mis in de opleiding als je iets aan het programmeren bent? Ja, genoeg. Als ik een project heb waar helemaal nieuw is, komen genoeg errors langs. Oké. Soms moet je wel echt jezelf en mensen waarmee je aan het werk bent, moet je soms wel even weer motiveren. Want soms werkt het urenlang niet. En dan ben je er helemaal klaar mee, maar ja, dat hoort erbij. Ja. Ik heb zelfs een keer tot 3:30 s'nachts aan een project gezeten om het op te lossen. En toen waren we het aan het uploaden, een beetje te laat. En toen kwamen we erachter dat het allemaal niet werkte. Oh. Maar ja, dat hoort er allemaal bij. Ja, ja. Nou ja, je hoort, zelfs bij de professionals hoort het er ook nog bij, hè? Daarom. Ja. Milena, is er ook die ruimte voor dit soort processen die niet perfect lopen in het onderwijs? Nou ja, ik denk wat jij eigenlijk noemt en Mees ook, dat het ook voordat je begint, en daar zie ik wel heel veel verband met dat design sprint, voordat je begint dat je eerst eigenlijk gaat onderzoeken en analyseren wat heb ik eigenlijk nodig. En dat kan natuurlijk ook op gebied van techniek. Voordat je het weet begin je te programmeren in een bepaalde techniek en dan kom je halverwege het proces achter dat je wat je hebt gekozen is niet per se het meest handige voor dit project. Ja. Dus die ruimte om van tevoren eerst na te denken over zo'n prototype, of het nou technisch is of visueel, dat is heel belangrijk. Er zit wel meer ruimte in het onderwijs in de wat grotere projecten. Dus bij de kleinere
lessen heb je dat. Dat is meer gewoon theoretisch. Maar in projecten zit het wel. Ja. Oké, mooi. Interessant. Hoe gaat het met het online? Ja, dat gaat heel goed. En zelfs via de app komen vragen binnen. Dus vraag niet hoe het kan, maar het gebeurt in ieder geval. Nou, fantastisch. Je weet eigenlijk hangt die tweede vraag van daarnet nog een klein beetje. Ingrid van de Bovenkamp. Geen idee wie het is. Dat is een grapje. Dat is de opleidingsmanager van software developer. Dat is de opleidingsmanager. Ja. Maar die stelt wel een serieuze vraag. En misschien moeten we daar niet te lang bij stilstaan als het niet lukt. Maar die stelt de vraag, en er zijn wel meer vragen over gesteld, van stel dat het niet lukt of stel dat het niet lukt in 5 dagen. Ga je dan verlengen? Of neem je genoegen met een uitkomst die eigenlijk zegt, we hebben niks na 5 dagen. Kan je daar wat van zeggen, Floris? Het proces zit eigenlijk allemaal in hele kleine stapjes van blokjes van een uur of anderhalf uur, die gefaciliteerd worden door die facilitator. En eigenlijk is daar niet een weg die niet werkt. Dus daar zorg je eigenlijk altijd dat je keuzes maakt die zorgen wat ervoor zorgt dat je eigenlijk aan het einde van de rit dat prototype hebt wat je kan valideren met die eindgebruikers. Uiteraard kan je dan achteraf natuurlijk wel achterkomen dat je het verkeerde hebt uitgewerkt om te toetsen met die eindgebruikers. Maar ja, zoals ik al eerder zei, het is stukken beter dan het eerst het hele product ontwikkelen en dan daar pas achter komen. Misschien heeft het ook wel te maken met wat we op school ook natuurlijk als motto hebben, van als je geen fouten maakt, dan leer je ook niks. Misschien zit daar ook wel een hele. Dat is denk ik in de regel waar het allemaal om gaat. Snel falen. Ja, precies. En leren van je fouten natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Janneke, hebben we nog meer nieuwe. Oh, het zijn er heel veel. Wacht even. Nou, Judith, laten we eerst wat anders doen, want we staan tot zover in de vragen op dit moment. Nou, dus we moeten even. Het online team gaat even wat mooie vragen selecteren in de tussentijd. Ik heb er nog wel een vraag. Welke tools gebruik je daar eigenlijk? Jij gaf aan daarvoor, bij gebruiker, zeg maar. Tenminste, je gaf aan mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen het boek lezen van Spin. Ja. Ik zag daar heel veel post-its. Zijn er ook online tools die jullie gebruiken? En eigenlijk is de vraag aan jullie allebei, welke tools gebruiken jullie? He, stel dat er mensen zijn die zeggen, nou, ik wil hier ook wel iets mee. Jij hebt een. Ga jij eerst? Ja, ik vind het helemaal. Wat ik voor het prototype, het digitale prototype gebruik is Unity. En dat is op zich wel een mooie tool. Ook voor mensen die nieuwsgierig zijn in game design en games maken. Ja, en voor de volgstappen kun je natuurlijk gewoon je standaard pakketten zoals Photoshop gebruiken. Dat is in de volkstong legt dat ook redelijk bekend is dat. En er zijn heel veel mogelijkheden om daarin te stappen. Ook qua 3D zijn er gratis pakketten zoals Blender. En daar kun je mee werken. Ik werk overigens in Maya. Dat is weer een ander pakket, maar dat is minder toegankelijk. Dat zijn de softwarepakketten ongeveer. Oké, mooi. En jullie? Denk ik vooral de toepassingen die je gebruikt eigenlijk nadat je dat initieel hebt gevalideerd. Want jij gaf zelf ook aan paper prototyping is wat jullie eigenlijk in die sprint gebruiken. Dus dat is eigenlijk met papier eigenlijk je game landschap bouwen. Ja. In design sprint moet je eigenlijk niet te veel in die kwalitatieve tools gaan zitten. Omdat het gaat over de basisidee wat je valideert. Dus het zou eigenlijk een PowerPoint presentatie van een aantal schermen voor een app zou al prima zijn. Ja. Wij gebruiken vaak Sketch. Eigenlijk een tool à la Photoshop, maar dan iets meer geënt op het maken van websites en apps. Dat gebruiken wij eigenlijk in het design sprint, omdat je er ook vrij snel eigenlijk mock-ups in kan maken van hoe die schermen er mogelijk uit komen te zien. Ja. Maar eigenlijk, je zou bij wijze van spreken 4 A4'tjes met een adding kunnen gebruiken als formule om het prototype eigenlijk te maken. Dus de tool maakt binnen de methodiek van design sprint nog niet zoveel uit. Wat je daarna gaat doen, dat is natuurlijk, dan heb je legio tools zoals jij ook aangeeft. Oké, helder. Ja. Mees, heb jij een vraag? Nee, eigenlijk niet zo snel aan mijn hoofd te meten. Oké, nou, dat geeft niet hoor. Ik heb nog wel een vraag, want eigenlijk wat jullie noemen is, er komen heel veel skills en ook verschillende skills kijken bij het proces en ook bij het prototyping. En ik hoor ook best wel dat multidisciplinaire daarin. Is dat eigenlijk de standaard?
Of zeg je van nee, we zijn ook eigenlijk best wel heel veel met alleen maar developers bezig? Of gaat het juist om die diversiteit, om dat multidisciplinaire? Ja, nou ja, binnen je team wel. Nou, uiteindelijk denk ik dat... Ja, je kan op alles focussen. Je kan gaan ontwerpen en programmeren. Maar de vraag is of je dan een hele goede programmeur of een hele goede ontwerper wordt. Ja. Dus op zich een bepaalde niche voor jezelf is denk ik heel goed. Maar samenwerken met anderen is ook weer cruciaal. Wij als bedrijf zijn niet georganiseerd in een development department, een design department. Maar we hebben cross-functionele teams. Dus eigenlijk een ontwerper zit naast de programmeur. Ja. Omdat je dan eigenlijk goed van elkaar leert. En dat is denk ik ook het principe van een design sprint. Je haalt verschillende competenties aan tafel om samen tot iets moois te komen. Ja. Ik heb trouwens nu wel een vraag. Met hoeveel mensen werken jullie eigenlijk gemiddeld per team als jullie bezig zijn? In een design, buiten een design sprint of gewoon... Nee, gewoon echt in een design sprint. Een design sprint is eigenlijk in de regel een mannetje of 7-8. Maar ook onze... We hebben dan vaste teams, eigenlijk gewoon vaste teams die eigenlijk allemaal hun eigen projecten beheren. Dus dat ook buiten die design sprints. En die werken ook met zo'n mannetje of 7-8. Dus een paar developers, ontwerpers, projectmanager, dat soort competenties. Je noemt mannetje. Nee, sorry. Ik haak erop in. Hè. hadden we afgesproken. Zitten daar ook veel vrouwen in dat proces? Ja, ik zou heel graag willen dat het 50-50 man-vrouw was. Maar we hebben zeker meer mannen dan vrouwen. Ik zou heel graag willen dat er meer vrouwelijke developers zouden zijn. Überhaupt developers vinden is al moeilijk genoeg. Dus we mogen vaak al blij zijn dat we de juiste developers vinden. Maar het zou natuurlijk te gek zijn als we meer vrouwelijke developers gaan krijgen. Dus alle vrouwen die hier naar kijken, schrijf je in. Nou, mooi. Ja, dankjewel, Mees, voor je vraag. Had jij nog een deel ook antwoord op de vraag van Mees? Op zich niet zo erg iets aan toe te voegen. Maar bij ons is het nog best wel divers qua man-vrouw. Maar inderdaad, op het gebied van developers is dat inderdaad over het algemeen alleen maar man. Dus het is wel goed als er inderdaad meer vrouwen in de industrierollen van coderen. Ja, oké. Waarom zou dat nou goed zijn? Nou ja, omdat er inderdaad een schaarste is aan developers. Als daar inderdaad meer vrouwen aan deelnemen, dan gaat dat percentage al omhoog. Oh ja. Dus dat zou al een hele goede reden zijn. Ja. En het is natuurlijk altijd leuk wat meer diversiteit op kantoor. Dat is ook zo. Dat is waar. Online, we hebben vragen. Yes. Nog steeds. Bijvoorbeeld, en die wil ik maar, als je het goed vindt, meteen naar Bram doorspelen. Heeft hier iets mee te maken van Nadine Hoitsema, die studeert aan de HVA. En die vraagt, ben benieuwd naar welke brainstormtechnieken jullie gebruiken. Misschien kun je iets vertellen over de technieken die bij design sprinten gebruikt worden, althans in jullie geval. Voor het conceptuele deel heb ik zelf niet zo heel veel mee te maken. Dat wordt, wat ik zei, gedaan door een interactief vormgever of een game designer. Maar voor het visuele deel, het look and feel maken, dan gebruik je wel sites zoals Beyond om inspiratie op te doen. Andere projecten, je collega's die je meehelpen met ideeën. En zodoende ontwikkel je dan een concept op het visuele vlak. Okay, houden jullie dan ook echt brainstorm sessies? Dat je echt even bij elkaar gaat zitten? Er zijn momenten inderdaad. Sommige projecten gebeurt dat. Dan worden er grote brainstorm sessies gebruikt. Om tot een concept te komen. Dat is niet altijd zo. Soms gebeurt het dan met een paar collega's die met elkaar gaan zitten. We hebben ook wekelijks een momentje. Met alle ontwerpers. En dat zijn dan meerdere disciplines. En af en toe gebeurt het dan wel eens dat we voor een project gaan zitten. En dan gaan we inderdaad brainstormen. En wat zijn leuke concepten? Wat zouden we kunnen gebruiken? Dus dan is het meer brainstormen inderdaad in een uurtje. En dat neemt dan een interactieontwerper neemt dat weer mee in zijn ontwerpproces. Ja, daar kan ik nog wel wat op aanvullen. In de design sprint wordt een kleine methodiek gebruikt om eigenlijk brainstormen
democratischer te doen. In de regel is het zo dat je als je een vergadering hebt, dat vaak de mensen die het hardst praten, het meest dominant zijn in de ruimte, de overhand hebben in zo'n vergadering. En Design Sprint maakt eigenlijk gebruik van working apart together. Dus het is eigenlijk vaak buig je over een stukje onderwerp. Iedereen krijgt dan een paar minuten om op post-its alle ideeën te schrijven, die worden op de whiteboard geplakt. En daar wordt dan op gestemd door middel van dot voting. Dus je krijgt kleine stickertjes die je dan op die post-its plakt. Waarmee je eigenlijk de discussie uit het hele verhaal haalt. En dat is denk ik ook een van de mooie principes van Design Sprint. Vaak, je kan qua vergaderen, je kan een paar uur vergaderen en dan achteraf realiseren van waar hebben we het eigenlijk over gehad, of wat zijn de conclusies hieruit. En dat is denk ik het mooie, als je dat gesprek daaruit haalt, maar wel samen mensen samen laat werken, dan kom je heel veel verder. En op een mooie democratische manier. Ja. Het is verbazend hoe jij zelfs de vragen weet te voorspellen, Floris. Want we hebben inderdaad nog een anonieme vraag. En die vraag gaat over tunnelvisie. Dat moet iemand zijn die naar Wie is de Mol kijkt, denk ik dan. Maar de vraag is denk ik serieus bedoeld. Heb je tips voor het voorkomen van tunnelvisie, of dat een van de partijen veel te dominant zou worden? Nou, eigenlijk heb je daar volgens mij het antwoord al grotendeels op gegeven hiermee. Ja, wij gebruiken ook buiten Design Sprint gebruiken wij een methodiek dat heet Lightning Decision Jam. En dat kan je voor alles gebruiken als je ergens over moet buigen met een groep. En dat gaat eigenlijk uit van datzelfde principe. We hebben een onderwerp te tackelen en we gaan even allemaal een paar minuten alles opschrijven wat we daarover denken. Gooien we op de muur en vervolgens gaan we eigenlijk stemmen over wat het belangrijkste onderwerp is waar we verder mee moeten gaan, of wat de keuze is die we moeten maken. Mooi. Ik zie dat wij de klok van 5 naderen en er zijn ongetwijfeld nog heel veel vragen. Ik denk toch dat we moeten gaan afronden. Ik wil eigenlijk iedereen heel erg hartelijk bedanken. Onze gasten, Bram, Floris, voor het delen van jullie kennis en jullie expertise. Mijn co-host hier aan tafel, Mees van de opleiding. En Milena natuurlijk van de opleiding. En mijn twee collega's die de online vragen hebben gesupervised. Fantastisch, hartelijk dank. En natuurlijk ook heel erg hartelijk dank aan jullie online voor het meekijken. En voor het stellen van alle vragen. In februari gaan wij als opleiding software developer met Mediameesters en met Unk Inc. aan de slag met het maken van een prototype van een online netwerkplatform. En hierover gaan we jullie natuurlijk allemaal op de hoogte houden. Misschien interessant is voor jullie, online kun je Mediameesters volgen. Dan ga je naar ma-web.nl en dan zoek je op Mediameesters en dan kun je inschrijven voor de nieuwsbrief. En wat we daarnaast ook hebben is op Instagram en op Facebook en op LinkedIn kun je ons volgen. En we hopen dat jullie er volgend jaar weer bij zijn. Graag tot dan!